Jochem Twisker, ben je er een beetje moedeloos van geworden vanmiddag? Ja, in zekere zin wel. Het is een wedstrijd met een aantal cruciale momenten in de eerste 25 minuten. Waarin we wisten natuurlijk hoe Lisse zou spelen. Toch wat teruggetrokken, dus we zouden geduldig op zoek naar een treffer gaan. Na 2 minuten in mijn ogen is Tim Ruder, die wordt met een halve ippon wordt hij volgens mij gevloerd. En de scheidsrechter wijft het weg. Durft zelfs nog te beweren. En als de beelden anders uitwijzen, ben ik de eerste die mijn excuses hierbij maakt. Maar durf nog te beweren dat hij geluk heeft dat hij geen geel krijgt voor een zwalbe. Ja, dat is ongelooflijk zo'n moment, want anders is het rood en een strafschop. En nu is 20 minuten later is het aan onze kant, waar we trouwens slecht in de organisatie staan. Op een gewoon lange bal van Lisse uit het niets. En doorgebroken speler wordt door Nick Kuipers gevloerd en is het bij ons rood. En dat is wel terecht, toch? Ja hoor, ja, absoluut. Nee, daar zal ik niks vanaf doen. Die vrije trap, volgens mij in de muur springen we half op en die gaat er onderdoor. En het is 0-1 met een man minder. Dus dat is eigenlijk in twee momenten een heel andere situatie natuurlijk. Ja. Nou, dan krijgen we nog een strafschop tegen die volgens mij ook gewoon terecht was. Dus ja, dan is het min of meer gespeeld. We hebben de tweede helft nog wel met een man minder geprobeerd druk te geven. Maar goed, je komt dan amper voor de goal en zij kunnen ook nog 1 of 2 goals maken. Dus over een hele wedstrijd hebben we gewoon weinig kansen gehad, zo eerlijk moeten we zijn. Alleen in een wedstrijd, dat zeg ik wel vaker, hoe hoger het niveau, dan zijn een aantal momenten kunnen bepalend zijn voor het verloop van een wedstrijd. En dat is vandaag weer gebleken, denk ik. Na die 2-0 en in de tweede helft wat omzettingen, je had ook niet meer de mankracht op de bank, omdat je ook zoveel spelers mist. Vooral aanvallend vandaag. En in de wedstrijd verlies je nog eens al je verdedigers. Ja, het was voorin met name wel wat puzzelen vandaag. Maar goed, ook daarin moet ik eerlijk zeggen dat Lisse ook best een paar goede spelers miste. Dus ja, dat mag niet als excuus gelden. Ja, wat wel pijnlijk is dat je gedurende de wedstrijd natuurlijk nog 2 jongens kwijtraakt met ogenschijnlijk zware blessures. Dus dat laat zich de komende weken wel voelen, denk ik. Ja, want ik hoorde de eerste geluiden van Aljen Wiltenburg, die is naar het ziekenhuis, dat hij waarschijnlijk zijn kuitbeen heeft gebroken. Ja, dat er iets gebroken lijkt is wel duidelijk, maar die kant gaat het helaas wel op, ben ik bang, ja. Je had best een grote selectie, maar je kan er bijna dagelijks 1 afstrepen. Ik geloof dat je nu op een mannetje of 7-8 zit. Met schorsingen erbij wel, denk ik. Ik ben altijd als trainer dan kritisch op mezelf om te kijken van, joh, zit dat in trainingsintensiteit, verkeerde opbouw, maar ja. Het zijn nul spierblessures, dus het zijn kwetsuren uit contact in wedstrijden. Daar kan ik denk ik niet zo gek veel mee. Tuurlijk zou je kunnen denken dat misschien omdat spelers te vermoeid zijn, dat ze minder coördinatie hebben. Maar ik denk niet dat dat het geval is, want je ziet dat we de tweede helft met 10 man eigenlijk qua fitheid moeiteloos overeind blijven. Dus het is... Nogmaals, ik kijk altijd kritisch naar mezelf of ik daar iets fout in doe, maar ik ben geneigd gezegd dat dit botte pech is. Je moet voor vandaag al puzzelen, maar de komende week wordt het een hele grote legpuzzel. Nou, ik denk dat we volgende week Harry Zwarthout, Lukili en Nabil gewoon weer terug hebben. Dus voorin lost het zich wel op, denk ik. En op het middenveld, maar ja, nu vonden we zo achterin weer een probleem hebben. Dus stellen we een verdedigertje minder op, toch? Hallo, dankjewel. Ruby! Robert Ruiterend heeft tot de eerste week van oktober geduurd, maar de eerste 3 punten is eindelijk binnen. Ja, lekker. Heerlijk. Ja, dat hebben we lang op moeten wachten. We hebben er nog wel weinig verloren, maar die gelijke spelletjes, dat levert er gewoon veel te weinig op. En dan bungel je een beetje onderaan. En dan heb je 3 punten nodig om weer wat ploeg in zicht te krijgen. En dat is gelukt. Het zat vandaag niet tegen, hè? Nee. Het zat vandaag behoorlijk mee. Niet dat we minder waren dan de tegenstander, maar de momenten vielen gewoon goed. Het was een reuze grote kans die ze niet binnenschieten. En uit die omschakeling krijgen we een rode kaart en een vrije trap mee die we binnenschieten met Boyd. Ja, en toen waren zij echt nog zoekend in de organisatie en teleurgesteld. En dan kwam die 2-0 eroverheen en achteraf was de eerste eigenlijk al de doodsteek. Maar zeker met die tweede was het over en uit. Was die rode kaart misschien ook wel het moment van de wedstrijd waarin jullie dachten van 1-0 voorkomen tegen 10 man, dit gaan we nooit meer weggeven?
Ja, maar ja, goed, je bent de laatste tijd zat gewaarschuwd. Hè? We hoeven alleen maar de naam VVSB in onze mond te nemen. Dat niet altijd wat wil zeggen. Dus ik vond het wel lekker dat het niet bij één verschil, maar twee verschil bleef. En de dijk had natuurlijk ook wat personele problemen. En ik merkte eigenlijk dat ze al heel snel de moed lieten zakken. Omdat ze gewoon niet in staat waren om echt wat af te dwingen. Het is ook wel lekker, want je kunt eindelijk weer een beetje ook naar boven kijken. Je hebt nog een wedstrijd ook te goed, maar ja, als je deze nu had verloren, dan blijf je onderin hangen. Nu heb je weer een beetje die aansluiting naar boven. Ja, nee, zeker. Kijk, de intentie blijft vier ploegen onder ons houden. Dan doen we het gewoon zeker met deze jonge ploeg fantastisch. En hoe meer concurrenten je in die buurt hebt van die vierde plek van onder, hoe beter het is. Dus deze drie punten kwamen wel op een goed moment. Zo was lekker, het gaat weer eens over voetbal. Ook dat is lekker. Ja, want je wordt alleen maar geconfronteerd natuurlijk met het nieuws van afgelopen weken. En dat ligt na woensdag volledig. Hè. Woensdag zal het wel weer een kermis worden. Met allerlei camera's en capriolen en mensen die erop afkomen. Maar goed, dat laten we ook lekker woensdag achter ons. Hoe heb jij die hele afgelopen periode beleefd? Ik heb nagenoeg alles van mijn rug af laten glijden. Kijk, natuurlijk vind ik het bizar dat dit kan gebeuren. En ik voel nog steeds dat wij onrecht zijn aangedaan. En als ik dan, heb ik me ook nog niet in verdiept, maar als ik dan nu te horen krijg op welke manier we die pingels moeten nemen met exact dezelfde mensen. En dan denk ik van, ja, hoe bizar is dat? Joh? Hoe kan je... Dat wordt lastig. Nou ja, zonder Thierry Montenier wordt het al lastig, want die is geblesseerd. Dus hoe gaan we dat oplossen? Maar ik vind ook dat je gewoon als KNVB dan moet zeggen van ja, dan zien we die penalties weer los en daar gaat het over. Gooi dan die hele wedstrijd, dan komen de mensen ook nog kijken naar iets. Weet je, en dan heb je ook na 90 minuten recht van spreken in mijn ogen. Dit is gewoon een pure loterij en veel te veel poppenkast en hijsa eromheen. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook in de groep wel doorspeelt natuurlijk, zo'n ja, hele situatie rond die strafschoppen. Nou, dat hebben we behoorlijk weten. Kijk, alles wat vanuit FC Lisse in het nieuws kwam, was de voorzitter. En die werd er uiteindelijk ook helemaal gek van natuurlijk. Om alles en iedereen maar te woord te staan. Maar we hadden intern afgesproken, wij doen dat niet. En zodoende hebben we het behoorlijk van ons af weten te houden. Wel op extra op getraind? Die strafschoppen? We hebben het nog niet over strafschoppen gehad. Totaal niet. We zijn echt alleen maar met de dijk bezig geweest. En vorige week met de wedstrijd. En ik ga me morgen eens even verdiepen in de procedure. En dan gaan we maandag eens rustig over praten hoe we het gaan doen. Wat wel lekker is, vandaag de eerste drie punten. De eerste overwinning van Lisse. Dat neem je toch alweer mee naar zo'n wedstrijd tegen Hoek. Tegen die penalty-serie. Dat neem je zeker mee. Ik denk dat we anders achter de stip staan dan op het moment dat je vandaag weer klop had gehad. En tweede van onder had gestaan. Dus het vertrouwen is hiermee wel gegroeid, zeker. Want de punten heeft al even kunnen oefenen vandaag. Ook dat, ja. Maar goed, dat wordt ook weer teruggekeken en geanalyseerd. Dus nee joh, we hebben wel een mooie strategie, tenminste ik. En die is heel simpel hoor, maar dan valt er weinig strategie af te lezen. Wat is dat dan, die strategie? Eigenlijk geen strategie. En op het moment als je na gaat denken van ja, wat verwacht de tegenstander en is dit mijn vaste hoek of moet ik hem in de andere hoek prikken of misschien mogen we nog een volgorde bepalen. Ik denk dat je er geen studie van moet maken. Ik denk dat je gewoon de druk weg moet halen en heel onbevangen achter die bal moet gaan staan en overtuigd zijn dat je hem binnen schiet. Gefeliciteerd met de overwinning en succes woensdag. Dankjewel. Roel de Goede, jullie hebben wel eens lastigere drie puntjes binnengehaald. Ja, zeker weten. Na dit seizoen is dit de eerste. Dus het was op zich is het een lastige wedstrijd de dijk uit. Maar we hadden de koppen bij elkaar gestoken vorige week na de deceptie tegen Koninklijke HFC. En een nieuw plan gemaakt en dat werkt heel goed. Is het ook wat bij jullie misschien in het hoofd ook gaat zitten? Dat je weet, we hebben nog geen wedstrijd gewonnen, dat je dat toch met je meedraagt? Misschien bewust, onbewust? Nou, op zich niet. Kijk, we hebben wedstrijden gespeeld waar we gewoon de drie punten hadden verdiend en die niet gepakt. We hebben iets verdedigender zijn we gaan spelen, de lijns iets korter op elkaar en iets realistischer misschien. Maar goed, je ziet het, we geven weinig weg en we beslissen het in de omschakelmomenten, dus dat is gewoon ontzettend goed. En dat ook tegen de trainer, dat zat niet tegen vandaag. Nee, klopt. In het begin, we lieten hun komen, dus ze hadden een optisch veldoverwicht, maar dat hadden we van tevoren afgesproken. En misschien een penalty hadden ze kunnen krijgen en een grote kans, die Wesley heel goed pakt. En de eerste beste diepe bal die hij daarop schiet, krijgen wij een vrije trap
En hun een rode kaart. En die vrije trap gaat erin. Dus ja, dat is binnen 2 minuten is eigenlijk wel een wedstrijd al misschien helemaal gekanteld. Ja, was dat misschien wel het moment waarin misschien alles wel jullie kant op viel? Ja, dat denk ik wel. Kijk, deze speelstijl is natuurlijk ontzettend lekker als je voorkomt. En zeker tegen die man. Want als je achterkomt, dan moet je iets hoger gaan spelen. En dit was natuurlijk precies in ons straatje. Dus dat kwam heel mooi uit. Ja, wat ook opviel. En ze spelen weliswaar tegen die man. Maar jullie geven ook geen kansen weg bijna. Nou ja, eigenlijk met z'n 11 nog. Zij toen met z'n 11 waren wel. En toen met z'n 10, toen hebben we gewoon gezegd, we doen gewoon precies hetzelfde. We gaan niet hoger spelen, we doen gewoon hetzelfde. En zij wisten eigenlijk geen antwoord. En de hele tweede helft hebben ze volgens mij geen één keer op doel geschoten. Dus we hebben het gewoon heel goed gedaan. Het is ook wel lekker, hè? Deze overwinning om mee te nemen in aanloop naar die veelbesproken penalty-serie van aanstaande woensdag. Dat is misschien in de kopjes. Het gaat misschien maar om 10 minuten. Het gaat om 5 penalties en misschien iets meer. En het is een lekkere opsteker, maar ik zie het wel los van elkaar. De bekertoernooi of de competitie. Waarin de competitie al denk ik al 2 keer kunnen winnen. En het ook verdient. En dan krijg je niet waar je recht op hebt. En vandaag, in de eerste kwartier hadden zij misschien recht op meer. En wij beslissen het wel. En dat is de tweede divisie. Ik denk dat je wat realistischer moet spelen. Nog even over die beker. Hè? De Dijk gaat het opnemen tegen Ajax. Jullie willen heel graag gaan spelen tegen Heracles. Hoe speelt dat bij jullie, die hele situatie rond die penalty soap? Het levert natuurlijk in de spelersgroep. Kijk, het gevoel van wij hebben eigenlijk gewoon gewonnen. En de tegenpartijen en de KNVB heeft ervoor gekozen om deze stap. En Lisse heeft gelukkig vanuit het bestuur ook een advocaat opgezet. En helaas, en de voorzitter zei het heel mooi, er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Want ik denk als je menig Nederlander vraagt, dan zullen ze zeggen van er is niks oneerlijks gebeurd. Laat het gewoon en Lisse is door. Maar goed, laten we maar 2,5 uur rijden en 2,5 uur weer terug. En dan pakken we ze even goed. Het is niet de eerste keer trouwens dat het bij Lisse gebeurt, hè? Met die hele penalties die opnieuw genomen moeten worden. Help me eens. In 1990, dat is heel lang geleden, toen werd er een wedstrijd gespeeld. Daar won Lisse uiteindelijk in verlenging. Terwijl die verlenging had niet plaats mogen vinden. Daar hadden penalties moeten worden genomen. En die werden toen uiteindelijk alsnog later genomen door Lisse gewonnen. Nou goed, dan hebben we de geschiedenis in ieder geval aan ons zijde. Dus dat geeft ons heel veel een heel goed gevoel richting woensdag. Succes alvast. Dankjewel.